Ik wilde een verhaal bespreken over aanranding. Aanranding met de incestueus aspect. En daarvoor lezen we 2 Samuel 13. Ik zal straks wel iets vertellen over de achtergrond ervan, maar we gaan eerst een paar versen maar lezen. 13 vers 1. Vayehi acharei-chen, en het geschiedde daarna, ulavshalom ben David, Achot, Jaffa, Ushma, Tamar. Dat Absalom, de zoon van David, een zuster had, een mooie zuster, en haar naam was Tamar. Waje Veha, Amnon ben David. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Wajetzer le Amnon, le Hit Galot, en het werd benauwd aan Amnon, hij kreeg het er benauwd van, zo erg dat hij zich ziek waande. Ba'avur Tamar Achoto, vanwege Tamar zijn zuster. Ki vetulahi, want ze was maagd. Ba'jipale be'ene Amnon, en het was wonderlijk in de ogen van Amnon, la asot la meoma, om iets aan haar te doen. Goed, dit is de inleiding voor het komende verhaal. En dan moeten we even iets over de achtergrond vertellen. Het geschiedde daarna, nou wat, daarvoor wordt over de strijd met de Ammonieten gesproken, maar wat ook nog iets verder in het verleden ligt in hoofdstuk 12, in hoofdstuk 11 en 12, is de verhouding van David, de vader van deze kinderen die hier genoemd worden, met Bathseba. En dat zal ook hier een rol in spelen. Daarna was het, en op de achtergrond zie je, zeker in de houding van David, dat dit gebeuren met Bathseba nog steeds een rol speelt. En dan worden er een aantal mensen genoemd, Absalom als eerste, de zoon van David. Absalom was niet de eerste zoon, het was de derde zoon van David. Maar hij had in tegenstelling tot zijn twee oudere broers een koninklijke moeder. Was een dochter van een stadsvorst van Gezer. En misschien daardoor voelde Absalom zich ook wel de meerdere van de twee oudere broers. Nou, de tweede broer, Kiliab, wordt nergens van gesproken. Of die verstandelijk beperkt was, of wat zijn naam ook al aangeeft, dat hij eigenlijk niet de zoon van David was, maar de zoon van Nabal, waar Abigail eerder mee getrouwd was geweest. Het zou best kunnen zijn, op het moment dat David met Abigail trouwde, dat ze toen zwanger was van haar eerste man, en dat dus die Kiliab alleen maar een aangenomen zoon van David was. Maar die speelt in de troonopvolging geen enkele rol. Maar die Absalom, en dan wordt de volgende persoon genoemd, had een mooie zuster. Er zat hier gelijk iets bij over haar uiterlijk, Jaffa, betekent ze zag er heel mooi uit. En haar naam was Tamar. Een mooie naam betekent palmboom. Dus echt prachtig om te zien. En hij kreeg haar lief en wel Amnon, de zoon van David. Dus er zijn hier twee zoons van David, Absalom als eerste, Amnon als tweede genoemd, maar dat was de oudste zoon. En die Amnon, die werd verliefd op zijn halfzus. En denk je, ja, kan dat? Ja, natuurlijk kan een broer op een zus, zeker een halfzus, verliefd worden. Het was ook niet ongebruikelijk aan Oosterse hoven dat een broer met een zuster trouwde, en zeker een halfzuster. Dat had best gekund en later in het verhaal zie je ook dat Tamar voorstelt aan Amnon om naar de koning te gaan, hè, om haar hand te vragen, om met haar te trouwen. Je ziet hier een aantal belangrijke dingen. Absalom wordt als eerste genoemd, Amnon als tweede en ertussenin, tussen die twee jongens, staat Tamar. Is Tamar slachtoffer? Of is ze juist door haar positie tussen de jongens in, als het ware de koningin, de belangrijkste. En David,
Die naam wordt zelfs twee keer genoemd. Die speelt ook een bepaalde rol in dit verhaal, maar we zullen later wel zien hoe die rol is. Goed. Die maagdelijkheid, ja, een meisje die nog in het huis van de vader verbleef, en dat was zo, dat blijkt later, die werd geacht natuurlijk maagd te blijven. Ze kon niet zomaar met een jongen op stap gaan. Er werd heel zorgvuldig op haar gelet, want ze moest natuurlijk als ongerepte maagd het huwelijk in. Voor een goede kandidaat was ze dan beschikbaar. Maar dit meisje was nog ongehuwd en dus maagd. En dat was de reden voor Amnon, omdat het uitzonderlijk was om haar iets aan te doen. Als ze een publieke vrouw geweest was, dan had hij gewoon met haar naar bed kunnen gaan, tegen betaling. Maar omdat zij onder de hoede van haar vader was, kon hij niet zomaar iets met haar beginnen. En hij werd zelfs erg verliefd. Hè? Hij hield zich ziek, waande zich ziek. Hij werd ziek van verliefdheid. Hij was zo smoorverliefd, hè, dat hij zichzelf heel zielig vond. Want hij kon niks met haar. Om haar iets aan te doen, asot la, voor haar te doen, aandoen. Goed, dat is de inleiding voor tot dit verhaal. Dus we hebben de positie van de zoons gezien en de hoofdfiguur Tamar en David op de achtergrond. En dan heeft hij in het volgende stukje, is er een vriend van Amnon, Jonadab, een hele slimmer, en die geeft advies. En dat op de achtergrond zal meespelen dat hij denkt van, nou, mijn vriend Amnon is verliefd op zijn halfzus. Als hij nou probeert wat met haar te ondernemen, dan adviseer ik hem dat en dan kom ik ook in een goed blaadje. En dan gaan we bij vers 6 verder, nadat dus die Jonadab advies gegeven heeft over wat Amnon moet gaan doen, hoe die het varkentje moet wassen, hoe die het aan moet pakken. Vers 6. Wajishkaf Amnon wajitgal. En Amnon ging liggen. Dat was op advies van zijn neef, die vriend. Hou je ziek. En dat was voor hem niet zo moeilijk, want hij voelde zich ziek van verliefdheid. Hij hield zich ziek. Wajivo hamelech lirotto. En de koning kwam om hem te zien. Die komt op ziekenbezoek. Wajomer Amnon el hamelech tavo na Tamar achoti. En Amnon zei tot de koning, laat toch Tamar mijn zusje komen. Ute le labeef le enai jete le vivot. En laat zij hartekoeken bereiden, twee hartekoekjes voor mijn ogen. We evre miyada. En ik zal het nuttigen uit haar hand. Daar moet ik even iets uitleg over geven. Dus die Amnon ging liggen, die hield zich ziek. De koning kwam zoals het hoorde, ziekenbezoek. En dan zegt Amnon tegen de koning, die heeft het gezag, hè, laat toch mijn zusje komen. Dus niks aan de hand, alleen maar hè, mijn zuster. Niet de zuster van Absalom, maar mijn zus. En dan de labeef. Daar zit het woord levaf in, hart. En laat zij harten voor mijn ogen. Twee harten bakken, klaarmaken. Het woord hart is in de Hebreeuwse Bijbel in de eerste plaats het verstand. Dus het is niet, zoals vaak gedacht wordt, liefdeskoekjes bakken. Hè, dus liefdesbetuiging in de vorm van koekjes. Nee, het gaat over wat je op het oog hebt, wat je voor bedoeling hebt. En dan zullen we later ook zien dat ze alle mensen in dit verhaal hebben een verborgen agenda. Die hebben een bepaalde bedoeling. Amnon heeft een bedoeling, dat is namelijk om zijn zussen te verleiden. Maar we zullen zien dat ook Absalom een bepaalde bedoeling heeft en ook zelfs Tamar heeft een bepaalde bedoeling. Het gaat allemaal over levaf. Wat er
in je hart, in je verstand omgaat. Twee hartekoekjes. Het is een woord wat de schrijver zelf bedacht heeft, maar het woord hart zit er duidelijk in. En dat evra viada, bara, dat is met kleine hapjes nuttigen. Het is zoals een zieke of een kind eet. Smikkelen. Ik wil het uit haar hand smikkelen. Hij gedraagt zich hier heel slachtofferachtig. En hij voelt zich ziek, dus zij moet als een soort verpleegkundige hem gaan verzorgen. En dan kan hij het uit haar hand nemen. Hij kan niet eens reiken zelf, maar hij moet het afhankelijk van haar toediening nemen. Goed, dan gaan we naar vers 7. Vayishlach David el Tamar habaita lemor. En David stuurde bericht naar Tamar in huis, door te zeggen, het zal in het huis van David zijn. Ze was onder toezicht natuurlijk van de vader, zolang ze ongetrouwd was. En dan gaat vader een officieel bericht sturen naar haar toe. Legina, ga toch beet Amnon Achiga, naar het huis van Amnon je broer. Volkomen onschuldig. We asilo habirja. En maak voor hem dat fijn gesneden voedsel. Dus een lekker prakkie die hij makkelijk kan wegsmikkelen. 8. Wat telegt Tamar? En Tamar ging. Beet Amnon Achiha. We hu shogeef. En Tamar ging naar het huis van Amnon, haar broer. En hij lag daar. Het zegt iets over de passiviteit, het zielige, dat je als man, ook als je je ziek voelt, blijft liggen als je bezoek krijgt van een lieftallige zuster. Hij gedraagt zich heel zielig. Watikach et habatzeek, wat talosh, wat de labeef le enav, wat de fasheel et ha le vivot. En ze nam de pan en deeg en ze kneden. En dat kneden, we talos, er staat niet, ze kneden het deeg. Ze nam het deeg en ze kneden. En is het nou alleen het deeg? Of zegt de schrijver al een beetje op een verborgen manier, ze kneden, ze bewerkte Amnon daardoor. Want hij keek daar met verliefde, begeerige ogen terwijl zij bezig was. Ze had er mouwen opgestroopt natuurlijk, want die prinsessen, die hadden een kleed met lange mouwen aan. Maar tijdens het werk zal ze dat kleed uitgedaan hebben of de mouwen opgestroopt. En Amnon die kijkt daarnaar terwijl zij het deeg aan het kleden is. En hij voelt zich ook gemanipuleerd door haar handelwijze. Wat te labeef leenaaf. En zij weer over harten voor zijn ogen. Ze maakte er harten koekjes van voor zijn ogen. En dat is ook weer het verstand. Zij had een bepaalde agenda hier. En dat bereidde zij voor zijn ogen. Zij, op de manier waarop ze zich opstelde, waarop ze op ziekenbezoek kwam, daar had ze een bepaalde bedoeling mee. En later komt wel uit wat de bedoeling was. Wat de fasheel et ha le vivot. En zij kookte de hartkoekjes. Dus het gaat nu opeens niet meer over deeg en wat je bakt en zo, maar koken. Alsof de noedels in de soep. Maar dat bashal, koken, het zou ook best kunnen zijn dat zij Amnon op het kookpunt bracht door wat zij aan het doen was. Vers 9, wat die kach et ha mas reet, wa titzok le vanaf, en zij nam de pan en ze goot het uit voor hem, dus ook dat hij het heel goed kon zien wat ze aan het doen was, wa je maar eende en gol, maar hij weigerde om te eten. Wa jomer Amnon, en Amnon zei, hotzi u gol ish me alaw. Alai, laat weggaan iedereen van op mij, van tegen mij.
alsof hij ligt daar, alsof iedereen die er omheen staat op hem drukt. En hij wil die mensen weg hebben. Hij wil zijn zuster voor hem alleen. En iedereen die op hem was, die ging naar buiten. Dan zijn we nu naar de volgende dia gegaan ondertussen met het tweede deel van vers 9. Wajomer Amnon el Tamar, en Amnon zei tot Tamar, Havii habirja hageder. Breng het fijne voedsel, het gesneden stukjes brood in de binnenkamer of slaapkamer. Het is de privévertrek. Dus niet waar de anderen bij waren, die worden al weggestuurd, maar dan gaat hij, of hij ligt er al, of hij gaat naar de binnenkamer toe, het slaapvertrek, en daar moet ze het brengen. De birja, het fijn gesneden voedsel. We evre miyadeeg, en ik zal het smikkelen, het nuttige, uit jouw hand. Batikach Tamar, Tamar nam et haluve vivot asher asata, ze nam de hartekoeken die zij bereid had. Batave le avnon achiha he gadra. En ze bracht het aan Amnon, haar broer, in de binnenkamer. Je hoeft er niks achter te zoeken, het is haar broer en dan kan dat als meisje, wat anders ongebruikelijk was, zelfs verboden om bij een vreemde man op bezoek te gaan. Als je ongehuwd was, kon het niet. Als gehuwde vrouw trouwens ook niet. Maar hier is het haar broer, ook al is het dan in de slaapkamer. Vers 11. Watagesh elav le'echol. En zij kwam dichterbij bij hem om hem eten te geven. Ze naderde hem. Wajomer la. Toen greep hij haar en hij zei tot haar: Boi, shifi imi, achoti. Kom, ga liggen met mij, mijn zuster. Komen, dat is ook de uitdrukking voor seksueel contact hebben. En dat is hier duidelijk bedoeld. Hij wil met haar vrijen. En dan zegt hij, kom. Niet, ik wil komen tot je, maar jij. Hij gedraagt zich toch wel heel passief, maar het is wel heel duidelijk wat hij wil. En dat shagaf im, dat is liggen met. En dat is met toestemming van degene bij wie je gaat liggen. Shagaf et is beslapen, beliggen, daar is de ander passief, of in elk geval kan hij zich ook verweren, het niet mee eens zijn, maar dat shagif im, dus hij vraagt, kom bij me liggen, mijn zuster, een verzoek. Vers 12, watomerlo, maar zij zei tot hem, al achi, al te aneni, nee mijn broer, buig me niet, verneder me niet. Ki lo jeasse geen bij Israël. Want niet wordt zoiets gedaan in Israël. Dat is toch niet de gewoonte in Israël om zomaar bij een jongen te liggen. Al taase et ha nevala hazot. Doe deze dwaasheid toch niet. Vers 13. Waani. En bovendien, en ik, Ana, Olig et Gerpati, waarheen zou ik gaan met mijn schande? Ongetrouwd zijn en dan geen maagd, dat is een schande. Dus waar moet ik dan naartoe met mijn schande, mijn schaamte? We Atta, en jij, Tije ke Agat Hanuvalim, jij zult zijn als een van de dwazen. Zo zul je beschouwd worden. En dan gaan we naar de volgende dia. Bij Israël, in Israël. We Atta, Daberna el Hamelech. En heel simpel. En nu spreek gewoon tot de koning.
ki lo yemane me na eni mimeka. Want niet zal hij mij jou weerhouden. Hij zal toestemming geven als jij een huwelijk met me wil. En dan mag je met me slapen. Vers 14. Velo ava lishmoa bekola. Maar niet wilde hij horen naar haar stem. En horen naar de stem is naar de bedoeling van iemand luisteren. Vayegezak mimena vayeaneha. En hij greep haar en hij vernederde haar. Vayeshkaf ota. En hij besliep haar. Hier zien we dus Shagaf niet met im, wat hij haar voorstelde, maar zij ging er niet op in. En dan wordt het echt een aanranding. En hij besliep haar. Vers 15. Waar is na Eha Amnon? Maar Amnon ging haar haten. Sin agedola meot. Met een zeer grote haat. Ki gedola, ja. Groter, ha son a asher se ne a, was de haat waarmee hij haar haatte, me ahava asher aheva, dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. Vayomer la Amnon kumi, legi. En Amnon zei tot haar, sta op, ga. Heel kortaf, kumi. Legi. Deze omslag van liefde naar haat, dat kan psychologisch waarschijnlijk wel verklaard worden. Maar we komen straks ook nog wel op wat er verder achter zit, achter dit hele gebeuren. Vers 16. Watomer lo, en zij zei tot hem, al odot hara'a hagudula hazot, niet vanwege dit grote kwaad, die aanranding, me acheret asher asita imi le shalegeni, dan het eerdere dat jij gedaan bij mij door me weg te sturen. Dus het grote kwaad, is dit grote kwaad is erger dan wat je tevoren gedaan hebt. Het wegsturen, dat is de grote boosdoener voor haar. Het eerste, dat komt wel door de beugel. Ze ziet ook als hij haar zegt dat ze moet liggen bij hem en dat hij haar wil beslapen, dat zij keurig Hebreeuws spreekt en dat wijst ze wel af. Ze vindt het niet helemaal passend op dit moment. Maar dat wegsturen, dat is wat haar enorm kwetst. Gaan vervolg van vers 16. Velo avalismo la. En niet wilde hij naar haar luisteren. En dan gaat het verhaal dat verder, dat zal ik niet in het Hebreeuws meer lezen. Hij roept zijn knecht. En die is blijkbaar op roepafstand. En dan is ook de vraag van, Tamar heeft niet geroepen, terwijl het die knecht achter de deur stond te luisteren. Dus op het moment dat hij haar wilde aanranden, had ze ook om hulp kunnen roepen. Heeft ze niet gedaan. Zij was niet zo tegen die aanranding. Want zij had het idee, het is niet helemaal passend. Ik zou liever eerst het huwelijk en dan gemeenschap. Maar goed, de omgekeerde volgorde. Als ik maar mijn zin krijg. Maar dat gebeurt niet. Amnon stuurt haar weg, want die gaat er enorm haten. En dan stuurt hij haar weg. En waar gaat ze dan naartoe? Ze heeft een lang kleed aan, wat ze scheurt en doet de aarde op haar hoofd. Ze is in de rouw, want het wegsturen, ze is weggejaagd. En dan zou je denken, dan gaat ze naar het paleis, naar koning David, waar ze hoorde. Nee. Ze gaat naar haar broer Absalom. En wat zegt Absalom tegen haar? Oh, is Ammonnetje bij je geweest? Hij gebruikt een verkleinwoord, waar misschien zelfs in zit
Amnon min Ameen. Amnon, de zogenaamd betrouwbare, wat zijn betekenis is van die naam. Maar die heeft geen betrouwbaarheid. Nou, dat wist ik wel van hem. En die is die bij je geweest. Hij gebruikt ook een eufemistische term. Niet, heeft hij je verkracht? Nee, hij is bij je geweest. Och, en dan zegt hij, het is je broer maar. Dus Absalom bagatelliseert de zaak. Maar zat het hem niet hoog? Jazeker. In de rest van het verhaal zien we ook dat Absalom een enorme haat had naar Amnon. Hij was eerst alleen jaloers dat Amnon de oudste was en dus ook recht op de troon. Maar hier wordt het tot een enorme haat. En je ziet ook in het volgend hoofdstuk dat Absalom probeert, en dat lukt hem ook, om Amnon te vermoorden vanwege dat hij zijn zuster aangerand had. Maar het had ook anders kunnen aflopen. Als Absalom zijn zuster ontvangen had, had hij ook kunnen zeggen, ik ga naar David toe en je bent ontmaagd door die jongen. Dat betekent dat je dus die jongen een huwelijk moet aangaan met je. Waarom doet Absalom dat niet? En er staat ook in het vervolg van het verhaal dat David, toen hij dit hoorde, heel erg kwaad werd. Waarom reageert David niet? Als Absalom niet naar hem toegegaan was, had David zelf kunnen zeggen, ik roep ze allebei op het matje hier en ze gaan trouwen, klaar. En dan is er verder geen vuiltje aan de lucht. Waarom doet David dat niet? En dat heeft waarschijnlijk te maken met het eerste vers na deze gebeurtenissen. David heeft nog eens een idee, ja, ik heb ook boter op mijn hoofd. Ik heb het met Bathsheba aangelegd. En ja, wie ben ik om een ander diezelfde overtreding aan te wrijven? Dus ik doe me net of ik niks weet. Ik word kwaad en daar laat ik het bij. En Absalom, die ziet hier opeens een mogelijkheid om wraak te nemen op zijn oudere broer, waardoor hij de troonopvolger wordt. Amnon had recht op de troon als oudste zoon, maar als die er niet meer was, dan Absalom. Nou, heeft hij buiten de waard gerekend, want David, hij vlucht weg voor David, en later via een staatsgreep probeert hij toch de troon te grijpen. Maar er is nog één facet in dit verhaal. Hoe speelt Tamar een rol? Wat is haar hele houding? Heeft zij het niet zien aankomen? We hebben net al gezien, ze pakt van die koekjes, hartenkoekjes. Ze heeft ook een verborgen agenda. En ze brengt die Amnon op het kookpunt en ze gaat naar hem toe. En ze vindt die aanranding op zich helemaal niet zo erg, want er had een huwelijk achteraan moeten komen. Waar zij op uit was, vanaf het begin dat ze dus door David gevraagd werd om naar haar broer toe te gaan, waar zij op uit was, ik wil dat Amnon een huwelijksaanzoek doet. En dan ben ik koningin. En dat is wat mijn bedoeling is. En Absalom, die heeft dat ook door en die sluit haar op in zijn huis en zorgen dat ze niet naar David gaat, want Absalom wilde de troon. Zo zie je dat allerlei mensen een verborgen agenda hebben. Die Amnon, David, maar zelfs Absalom ook en zelfs Tamar, die het belangrijkste in haar leven, koningin worden, hier in rook ziet opgaan. En dan als een onbestorven weduwe verder moet leven. Dus het is niet een verhaal van zomaar een aanranding met dubieuze gevolgen, geen consequenties. Nee, het zijn allemaal mensen die een rol spelen in dit verhaal. En Tamar is nog de meest dramatische figuur in het geheel. Hier wil ik het bij laten.